te zitten. Blijven staan is ook prima. Kom vooral wat dichtbij. We zijn met een intieme groep, dus dat is heel fijn. Ik geef graag het woord aan onze wethouder cultuur en wijkwethouder Eva Oosters. Zij zal eerst een kort praatje houden. Daarna zal namens de familie een kort woord worden gericht en hebben we een mooie muzikale omlijsting. We wensen jullie een hele mooie ochtend toe en haal daarna vooral nog weer wat lekkers bij de barista, koffie, thee en parmezaanmelk om weer op te warmen straks. Eva, mag ik jou vragen om wat te zeggen? Dankjewel. Zelfs de microfoon is koud, het is fris, hè? Nou, wat fijn dat u hier allemaal bij elkaar gekomen bent voor de onthulling van de arm. Welkom allemaal en een bijzonder welkom aan de familie Hogevorst. We zijn dankbaar dat jullie het beeld De Arm van kunstenaar Joop Wouters aan de stad hebben geschonken. Het was tot nu toe altijd een privé-eigendom geplaatst in de tuin van uw voormalige woning aan de Malibaan. En ik mag dit beeld straks officieel onthullen. En dat vind ik een hele grote eer. Vanaf vandaag kan namelijk de hele stad er ook van genieten. De kunstenaar Joop Wouters woonde in de jaren 70 en 80 ook in Utrecht. Inmiddels woont hij in Frankrijk en ik heb gehoord dat hij het heel jammer vindt dat hij er niet bij kan zijn. Maar gelukkig hebben we in ieder geval genoeg beelden die ook naar hem in Frankrijk kunnen gaan. Joop Wouters is beeldhouwer die voor elk beeld zorgvuldig een steen uitzoekt. Veel van zijn werk gaat over het menselijk lichaam of onderdelen daarvan. Dat zien we straks natuurlijk ook bij de arm. Bijzonder om te vermelden is dat dit beeld een directe relatie heeft met een ander werk van Joop Wouters. Dat in de Albrachthof in Utrecht staat. Dat beeld, met de gezichten van een volwassene, een kind en twee grote handen, is getiteld Het Geheim. En gemaakt van een groot blok Vins graniet. In de Oostkrant las ik onlangs een mooi interview met de kunstenaar Joop Wouters. En daarin vertelt hij zelf de verbinding tussen de twee werken. Dat het werk De Arm en Het Geheim geboren is. Ik citeer uit dat interview. Het blok Vins graniet was te groot om mee te werken. En daarom kloofde ik er twee lange stukken af om het slanker te maken. Wat weinig mensen weten is dat ik de twee gekloofde scherven ook bewerkt heb. En een nog groter geheim. In het ene zag ik een arm, dat werd ook de naam. En in de andere scherf zag ik een gevallen soldaat. Een oorlogsslachtoffer. Het kreeg de naam Apollo, god van de kunst. En de mensen die het in de tuin hebben gevonden, die zijn ook aanwezig. Dus dat is hartstikke goed. Het beeld De Arm wordt nu, net als Het Geheim, voor iedereen zichtbaar als onderdeel van de gemeentelijke collectie Kunst in de Openbare Ruimte. Uiteraard dank ik de familie Hogevorst heel hartelijk daarvoor. En graag bedank ik ook de Stichting Wilhelminapark, die het beeld met enthousiasme in het Hogelandspark hebben ontvangen. Maarten Hogevorst zal ons straks meer vertellen over het werk namens de familie. Maar eerst is het denk ik tijd voor de onthulling en daarvoor roep ik ook Maarten graag naar voren. Hartstikke leuk dat jullie allemaal zijn gekomen naar deze happening, zoals ik dat noem. Ik wil allereerst wat mensen bedanken namens mijn moeder en mijn broers en mijn zus die in Canada woont. Mijn broers en ik die wonen allemaal rondom Utrecht. Ik wil de gemeente bedanken voor het mogelijk maken van dit evenement en dat ze met ons ideeën mee zijn gegaan om dat beeld in de openbare ruimte te plaatsen. Dus daar heel erg voor bedankt. Mijn ouders, mijn vader, dat is een echte Utrechter, die is geboren en getogen in Utrecht, in Jutphaas. En na wat omzwervingen hebben ze dan uiteindelijk een huis gekocht aan de Malibaan, aan de kop van de Malibaan. Volgens mijn vader zelf het mooiste huis aan de Malibaan. Zij hadden veel contact met allerlei kunstenaars via Galerie de Reiger enzovoort. Er kwamen allerlei kunstenaars over de vloer, zoals
Gerard van Rooij en Gert de Rijk en Dirkje Kuik en andere mensen. En zo kwamen ze ook in contact met Joop Wouters, waarbij ze dit de beeld kochten. En ze zijn ook al een keer langs geweest bij hun huis in Frankrijk. Ja, dus als directeur, mijn vader is de directeur van Bruce Gaming. En hij hield er heel erg van om allerlei evenementen en happenings te organiseren. Dat is echt zijn lust en zijn leven. En hij zou dit ook heel erg leuk hebben gevonden. Helaas is hij in 2015 overleden en hij ligt nu daar op de begraafplaats. Na de dood van mijn vader woonde mijn moeder nog heel lang op de Malibaan, met veel plezier. Maar helaas moest ze 2 jaar geleden, wegens gezondheidsredenen, moest ze verhuizen naar een zorgappartement. Maar gelukkig hebben we dat dan ook weer gevonden aan de Malibaan in de Lindenborg. Dus daar woont ze nu met veel plezier ook. Bij het uitruimen van het huis kwamen we natuurlijk veel boeken tegen, niet verbazingwekkend. En daarnaast ontzettend veel kunst, waarvan we een gedeelte verdeeld hebben over ons en een gedeelte hebben we nog op zolder staan. waaronder ook deze arm dus, in de tuin. En wij hadden, toen kregen we het idee om dat beeld een goede bestemming te geven. En dat wilde dan, het zou mooi zijn om dat in de openbare ruimte te plaatsen. En we dachten dan in eerste instantie natuurlijk aan de Malibaan. Maar het blijkt dat daar alleen vrouwelijke kunstenaars hun werk kwijt kunnen mogen. Maar deze plek is ook heel, heel mooi, vind ik zelf. Omdat het dicht bij de Malibaan is en op weg naar Sint Barbara. Om af te sluiten, mijn ouders en de rest van de familie, dus wij broers en mijn zus ook, waren heel lang heel erg gelukkig in Utrecht. En we hebben heel veel te danken aan deze mooie stad. Daarom vind ik het ook heel fijn dat het nu in de openbare ruimte komt en voor iedereen, alle Utrechters, te zien is. En ter afsluiting wilde ik graag samen met mijn vrienden, mijn muzikale vrienden, een ode brengen aan de stad Utrecht. Met een speciaal door Eugène Lichtvoet geschreven lied. Refererend aan de heimwee die je kan hebben als je niet in Utrecht bent. Dus ik moet even mijn viool erbij pakken en dan veel plezier nog. Vrijdag spelen we ook bij de lichtjesroute in het Wilhelmina Park. Maart stuurde mij vanochtend een appje van het is koud, ik neem een Chinese viool mee. Ja, dat ligt niet verwarmd. En wij wisten niet hoe zo. Waarom? En een arm. Dus in eerste instantie dacht ik, we moeten een liedje over de arm. Dat is wel mijn favoriete winkel. Maar gelukkig hadden we inderdaad ook een liedje over Utrecht. En je moet je inderdaad voorstellen, ik heb het 1 jaar geleden geschreven toen we op vakantie waren in een warm land en toen ik heimwee had. Dus het is nu koud.
Maar je moet je voorstellen, we zijn, of in ieder geval ik of wij, zijn een uurtje vliegen hier vandaan op de Canarische eilanden. En het is heel warm. Brrr, ja. En ik heb heimwee. Was hier binnen een uur. Zo'n ticket is niet duur. Maar wat moet ik hier? Ik lijk wel gek. Hoogste tijd dat ik vertrek. Terug naar Utrecht. Utrecht, Utrecht. Ik verdwaal hier in deze stad. Ik heb het nu echt wel gehad. Regen de hele dag. Ik vraag me af of dat eigenlijk wel mag. Ik wil terug naar Utrecht. Utrecht, Utrecht. Lapidubidub, lapjesmarkt, diep-dap-dibidap, dom-dom-dom. Straatweg, Neude, Koningsnacht, Galgenwaard, Lombok, Oude Gracht. Van al die muggen krijg ik jeuk, toerist zijn is niet leuk. Geen mens kan ik hier verstaan, nee, ik moest maar weer eens gaan. Terug naar Utrecht, Utrecht, Utrecht. Ik lig hier wakker, de hele nacht. Er is hier niet eens een gracht. Geen mens kan ik hier bestaan. Nee, ik moest maar weer eens gaan. Terug naar Utrecht, Utrecht, Utrecht. Lauwerrecht, Leidse Rijn, Malibaan, Vredenburg, Sterrenwijk, Kroezelaan, Overvecht, Peltlaan, Jaarbeurshal, Zevensteegjes, Tolsteeg, Ogeenal. Daar liggen vrienden op mij te wachten. Toch zeker in mijn gedachten. Daar is mijn huis, daar staat mijn bed. En in de keuken wordt koffie gezet. Ik ga terug naar Utrecht. Utrecht, Utrecht. Ik ga terug naar Utrecht, Utrecht. Nog één keer. Ik ga terug naar Utrecht. Dankjewel. We gaan lekker met daar zitten.